kinderen zie je één keer in de week, maar die komen het gewoon echt met een plezier naar je toe, omdat ze dit gewoon super leuk vinden en dat jij hun dan wat kan leren. Dat is gewoon het allermooiste wat er is. Eigenlijk alles in hun lichaam gaan ze gebruiken en dat is gewoon super belangrijk. Je leert te bewegen op allerlei manieren. Je leert de grondvormen van bewegen. Bij mij leren ze het ook met de handen. Ze leren ook een stukje op de evenwichtsbal, een stukje balans, een stukje van alles leren ze. Dus gooien, vangen, springen, balans. En daarom vind ik gym altijd het mooiste zou zijn als alle kinderen met gym beginnen. Ik vind het heel mooi om te zien dat als kinderen in het begin nog niet zoveel kunnen en op een gegeven moment het wel kunnen. En dat ze dan zoiets hebben van, ja, maar gym is leuk. Binnen gym is er altijd iets wat je wel kan. En dat ga je dan ontwikkelen. Op een gegeven moment is het mijn hobby geworden en heb ik de opleiding gedaan. En is het mijn bijbaantje geworden. Dus ik hoefde niet meer in een supermarkt te werken of wat dan ook. Dit was mijn bijbaan. En we verdienden ook nog wel goed, want je hebt een MBO-3 opleiding dan. Want verenigingen is voor iedereen belangrijk. Ook voor een dorp, voor de samenhorigheid. Het zou zonde zijn als een vereniging al 100 jaar bestaat en dat het straks er niet meer is, omdat er gewoon geen mensen zijn. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat er heel veel mensen toch wel zijn. Ik vind het heel leuk met kinderen werken. Ook met sport vind ik heel erg leuk. Nou, dan is dat een hele mooie combi.